jongens, het autootje is weer helemaal volgeladen. Want we zijn alweer op het nieuwe stukje aangekomen. Het is weer tijd voor een nieuwe video. Het is boven de 25 graden. Het is heerlijk weer. Ik ga vissen met Daniel Weijers. Misschien kennen jullie hem wel. Ook een kende visser van YouTube. Een lekker sessietje karp vissen. Hij is voornamelijk roofvisser. Dat gaan we ook een keertje doen. Maar deze keer dus karpers. Ik ga gauw de spulletjes uitpakken. Ik heb eerst maar eens even het korte broekje aangedaan. Want het is mega warm. Ik kom net uit werk. En gauw de spulletjes uitladen. En gaan we gaan knallen. Oh, met het karretje aangekomen. Prachtig watertje. Mooi kabbeltje op het water. Het is warm. Tegenlicht. Het is 25 graden. En we gaan sowieso een paar bakken uittrekken. Ik heb er zin in. Ik ga op Daniel wachten. In de tussentijd even mijn spullen opbouwen. Gaan we er tegenaan. Het is prachtig. Daar loopt een hondenuitlater. En die zag al 6, 7 karpers liggen daar. Er wordt gewoon voor ons geobserveerd, jongens. Het is fantastisch. Daarnaast hebben we ook deze unit mee. Het droontje. Dus die gaan we ook zo even de lucht in gooien. En het is prachtig. Deze. Mooier gaat het niet worden. Ja, jongens. Het is niet te geloven. Maar daar is die. Kijk eens even. De roofvisser op karper. Het kan allemaal. Daniel Weijers. We gaan knallen. We gaan zeker even knallen. We zijn vandaag op een geheime stek. Midden in de woonwijk. Om even een nachtje mee te gaan karpen vissen. Dus dat gaat leuk worden. Zin in. Zeker weten, zeker weten. Kijken of we mooi eruit kunnen halen. Precies. Misschien een PR'tje voor mij. Een Nederlands PR'tje. Zou helemaal mooi zijn. En met je water. Het zou ook prachtig zijn voor de film natuurlijk. Ja, en met deze temperatuur. Is dat niet erg? Nee, het is gewoon 30 graden. Dus dat is de warmste dag van het jaar. Tot nu toe wel, denk ik, ja. Ja, mooi is dat. Ben benieuwd of ze een beetje actief zijn. We hebben net met de drone gevlogen. We zagen gewoon een grote karper zwemmen. Nou, dat was echt wel een dikke vis. Nu hopen dat hij die boilies van ons kan opeten. Zo is het. Dus gauw even die spullen op die kar knallen. Want het is al avond. En gaan we gauw die engeltjes ingooien. Is dit lekker of is dit lekker? Dit is lekker. Dit is goed gekeurd. We moeten natuurlijk een beetje eiwitjes hebben. We moeten natuurlijk de spieren een beetje laden voor vanavond. Want er komt straks een karper aan, jongens. Die sterk. Zo is het. Niet normaal. Zo is het. Dus, die eiwitten moeten heel hoog. Heel lekker smikkelen. Dan gaan zo die engeltjes erin. Zo is het. Wij eerst smikkelen. Ja, en dan? Dan de karpers. Ja, jongens. Na dat lekkere burgertje zijn we druk bezig geweest met de onderlijntjes knopen. Hier hangen ze. Jawel. Het is perfect. We gaan zo eens even uitleggen hoe we gaan vissen. Maar ja, jongens. Het ligt er toch prachtig bij, moet ik zeggen. Met daarnaast een eerlijk zonnetje. Weet je, dan kan je nog maar één ding doen en dat is genieten. Dus dat zijn we lekker aan het doen. Het is vrijdagavond. En het moet helemaal goed komen. Wat moet het? Ik moet batterijen hebben voor mijn piepers. dat ook. Ja, dat is mooi. Zet eens je piepers aan. Ja, niet gekarpvist. Kan je raden. Ja, ik had er eentje aan laten staan. Dus, batterij leeg. Ja, mooi is dat. Ja, maar we zijn er wel klaar voor, denk ik. Tenminste, ik moet nog een bolletje eraan doen en moet gewoon goed komen. Lekker. Ja, jongens. Het eerste hengeltje kan erin. En ik heb het bootje alvast gevuld. Zoals je ziet, wat zwarte tijgenootjes en wat normale tijgenootjes. Wat is nou het verschil tussen een zwarte en een normale tijgenoot? Want ik had bijvoorbeeld echt serieus nog nooit een zwarte tijgenoot gezien. Moet je heel goed kijken. Zie je? Deze is zwart en deze niet. Dat is het verschil. Oké. Voor de rest is er geen verschil, maar toch op de een of andere manier, die zwarte tijgenoten vang ik veel meer mee. Dus soms hoeft er ook geen verschil te zijn om er meer mee te vangen. En daarnaast zijn dit XXL tijgenoten, dus ze zijn een stukje groter. Dat zorgt ook voor dus dat je minder snel brasems vangt. Ik vang daar eigenlijk altijd goed op. Nice. Daarnaast heb ik de bloedworm Alibut pellets een beetje gecrushed er doorheen gedaan. En ga ik deze uitvaren. Je ziet het, niet te veel voer. Ik ga zo meteen nog even met dit prachtige bakje voer naar het rietkantje lopen waar ik ligt te vissen. En dan ga ik nog verspreid een beetje tijgenoten eromheen voeren waar ik ga vissen. En dan moet het helemaal goed komen. Nice, man. Dus hij kan erin. Lekker. Daar gaat hij hoor, met zijn bootje. Afstanden die je schijnt naar de sportschool of zo. Ja. Normaal, man. Niet, pas een jaartje, jongens. Dus let maar op, over 2 jaar. Ja. Ja. Vraag me nou nooit aan mij, hè? Random. Ja. Meneer, heet u Chit, hè? Ja. Nice. Nice. Kijk. Hopla. Wat we nou ook nog eens doen, jongens. Even een tip.
De tip van de week. Stel je wil nou met een slappe lijn vissen. Ja. Dan doe ik altijd met... Oh, moet je wel rechtdoor blijven varen. doe ik altijd met top al onder water. Omdat je dan je lijn al een stuk afzinkt terwijl je aan het uitvaren bent. Ja. Dan hoef je niet meer die slekker uit te draaien. Zo is het. En ja, dat is gewoon een tip van Flip. De tip van Flip. Doe ermee wat je wil. De tip van Chit. De tip van Chit. Nice. En met feeder vissen is dat ook wel goed. Dan ga je inderdaad ook, als je in hebt gegooid, je top even onder water. Zodat je lijn slap kan afzakken. Precies. Nice man. Dat zijn goede tips. Dat zijn tips waar je wat mee kan. Je begeleidt hem ook even een beetje. Ja, dus niet... Topje gaan... onder water. Die lijn van je molen laten schieten en rustig. Ja. En altijd niet te dicht bij de kant. Kijk, ik wil een paar meter ervan af. Even kijken of ik hem kan zien. Ja, hij zit ergens. Nou, als je hem erop even je lijn zak houden. En hij is nu getrokken. Dus hij ligt. Nice. Als je hem doet met je hengel, doe dan gewoon met open molen. Leg je hem eventjes op de grond. Dat je lijn verder kan afzinken. Vaar het bootje terug en daarna zet je wat je steuntjes in de grond. Dan heb je een mooi afgezonken lijntje. En dan weet je zeker dat je goed bij ligt. Dat de vis de lijn niet kan tegenkomen tijdens het zwemmen. En waarom leg je nou die lijn slap? Nou kijk, een vis zwemt rond, een karper vooral, zit veel dressuur op en die komt die lijn vaak tegen. En als die lijn tegenkomt en hij is daarna wel eens gevangen, dan denkt hij, hey, als die lijn er is, dan moet ik er niet zijn, want dan is een vis aan het vissen. Nee. Als die lijn op vlag over de bodem loopt, kan die vis er ook niet tegen aanzwemmen, kan die ook niet schrikken. Nee. En heb je dus veel meer kans dat je die vis gaat vangen. Nice. Dus eigenlijk het idee erachter. Weer een tip voor Flip. Nog eentje, hè? Lekker. Ik krijg gewoon gratis, hè, bij deze video. Gratis tips. Alsof ze gratis zijn. En ze zijn ook gratis. Abonneren is gratis, jongens, dus abonneer snel. Ook nog eens. Dan gaat hij hoor, met zijn voerbakkie. Als het goed is, komt hij dan straks daar ergens uit. Gaat hij daar wat voeren. Hengeltje ligt al in. Slap lijntje. Hopen dat die een beetje wegblijven. Dan gaan we zo een paar dikke bakken uithalen. Nou, ik weet niet of jullie hem kunnen zien, maar je ziet net zijn kopje boven drie tijd. Dan staat hij daar, je bolletjes te gooien. En de meeuwen die gaan er ook alweer op. Nou, dat is een mooi plekje. Dan moet de vis hier vanaf komen, joh. Nou, ik heb dus een heel mooi afstandsbedieningkie. Ik ga deze uitvaren. Het is gewoon een joystickje. Yes, yes. Het is net een Nintendo. Helemaal goed. Nou, mijn hengel die komt naast de hengel van Chitten. Alleen dan wel een ander plekje. Het is wel een of andere gore duik eend op mijn stek. Nu al? Ja. Ze doen het erom, hè? Ja joh, hij weet het al. Hij weet al gewoon van tevoren. Hij heeft ons horen praten. Hem moet ik hebben. Hij weet hem gewoon, moet ik hebben. Daar gaat hij voeren. Ik ga nu alvast kijken. Wat een mooi bootje, man. Ja, dat is een prachtig bootje. Zal ik door je lijn heen varen of zal ik niet doen? Ja, je kan het proberen. Nou, heb ik dus net geleerd dat ik mijn top onder water moet doen. Ja, die roofvissers moeten het altijd een beetje leren inderdaad. Ben ik gewoon 30 en dan leer ik nog niet. Ja jongens, TW Fishing Team kan natuurlijk niet zonder een lekker burgertje. Maar ik zie hier iemand die het niet helemaal heeft begrepen. Hij heeft te weinig video's gezien, dus wat heb jij gehaald? Frikadellen. Maar hoe smaakt het? Heerlijk. Ja, zijn ze toch wel goed gekeurd door chefkok DB? Heet, maar wel lekker. We zitten ook hier in het frikandellenbos, dus ik dacht het is wel toepasselijk om een frikandelletje bij te hebben. Zo is het. Frikandel met samurai saus. Moet zeggen, deze jongen weet wel hoe hij een frikandelletje moet bakken. Ja, ja. Niet eens in de frituur. Nou mevrouw, wat vindt u ervan? Niet zoveel. Nee, niet zoveel van. Maar dat maakt niet uit. Ook al vond ze er wel wat van. Nee, we zitten heerlijk jongens. We gaan allebei een voorspelling doen. Wanneer de eerste hengel gaat. En wat is de challenge van degene die het verste vanaf zit? Oké. Okay. Degene die het verste naast zit. Of we doen... Ja. Ik denk dat we nu beet krijgen. Zou mooi zijn. Nee, is de vogel nog steeds mee. Degene die het verste naast zit. Dat is echt lastig. Dit is ook echt zwaar om leren. Ja. Ik heb hier nooit gevist.
Hij weet wanneer hij die runs krijgt ongeveer, wanneer hij actie heeft. Ja, maar kijk, als ik iets zeg, dan kan je ook 1 minuut later zeggen. En stel, hij gaat daar dan niet voor. Zo is het ook, hè? Dat is waar. Dat is goed, moet jij het als eerst zeggen. Oké. Okay. Is dat goed? Ja. Best. Ik zeg... Wacht, we hebben nog niet gezegd wat ik moet doen. Oh ja, bommetje. Waar dan? Ja, hier gewoon voor de kant, als het Engels is. Een halve meter diep. Ja, daarom. Dus ik heb mooi. Een bommetje doen, zit gelijk met je rug op de bodem. Nee joh, ik zeg gewoon zwemmen. Ja, ik doe gewoon een bommetje. Vanaf de steiger daar. Of een snoekduik. Bommetje of een snoekduik. Je mag kiezen. Ja, best. Ik duik maar gewoon niet. Ja, oké. Okay. Ik moet eerst zeggen... Nou, je mag niet meer verwijderen. Nee. Ik denk... Ah, moeilijk. Half 2, 's nachts. Ja? Ja. Oké, dus moet ik eigenlijk gewoon zeggen de voor of de na? Ja. Oh, ik weet het echt niet. 1:30 zegt u? Ja. Ik denk de na. De na? Ja. Oké. Hij staat op beeld, hè, jongens. Ja. Kut. Oh, kom op, jongens. Doe je best. Kom op. Ik hoop eigenlijk met dit licht dat we erin vangen, dan kan ik mooi filmen. Mooi, en dan mag je ook morgen mooi zwemmen. Ik hoop het ook. Ik hoop het ook voor je. Ja. Nou, jongens, we gaan het zien. Nou jongens, ze zeggen altijd karpenvissers, die houden niet zo van conform. Die vinden het allemaal niet zo erg. Nou, vind ik dat ik er nog gewoon prima bij lig. Misschien wel in de open lucht, in mijn kleine sheltertje. Toch een lekker degelijk bedje. Dan hebben we hier onze roofvisser. Nou, allesvisser, hoe noem je jezelf? Allround visser. Nou, ik noem het volledig. Volkomen idioot, moet je zien. Die gaat hier een halve meter naast het pad, ja. waar gewoon morgenochtend alle hondjes worden uitgelaten, gaat hij lekker op een matje liggen. Ja, joh. Morgenochtend word jij wakker gelikt door Dubus. Ja, ik krijg zo'n straaltje. Ja. Een straal in mijn gezicht. Nee, ja, kijk, weet je wat het is? Ik heb mug om mijn been. Dood. Ik heb 2,5 maand op de Ebro, aan de Ebro, op de stenen, op dit matje gelegen. Dus ik kan er nog wel een nachtje. Ja. Ik heb mijn stretcher nog in Alkmaar liggen. Daar kwam ik vandaag achter. Toen dacht ik, ja, ga ik daar 50 minuten heen, 50 minuten terug voor rijden? Of neem ik gewoon een matje? Het is een matje geworden. Dit is mijn... Ja, jongens, zo hoort het, hè. Gewoon, ja, joh, we zijn bikkels. Weet je, we zijn hier voor de vissen, niet om te slapen. Kijk, zo is het ook. Ja. Slapeloze nachten. Precies. Het zou mooi zijn. Oeh. Wel elke keer weer één piep. Ja, het is apart. En de challenge staat er 1:30. Hij moet gaan. Want anders wordt het toch echt zwemmen voor Chitten morgenochtend. En daar heb ik geen zin in. Ja, jongens, het is ongekend. Jullie hebben net de afspraak gehoord, hè? Het is fantastisch. Weet je hoe laat het was toen deze hengel van deze man afging? Nee, dat was helemaal niet leuk. 2:30. Het is fantastisch. Dus jullie hebben morgen een geweldige beelden te goed. Wil je deze beelden nou van deze karpen zien? Waar zijn die te vinden, Daniel? Uiteraard op mijn YouTube-kanaal. Daarom. Doe even een kleine zelfpromotie. Ja, godzomaar ga ik zo zwemmen, jongens. Maar ik krijg in ieder geval geen emmer morgen of als ik wakker ben. Dat scheelt. Ja, daarom. Dat is een prachtige spiegel. Dat is een mooi vis. Grote vis. Klein staartje. Beetje aparte vinnetjes had hij. Maar ja, hij maakte ons wel... Ik lag nog niet te slapen. Ik lag bijna te slapen. Ik lag echt net. En je had net daarvoor een raar halve run gekregen. Halve run. Zo. Hey, maar toch weer gewoon simpel, hè? Ja, gewoon een snowmannetje. Niet te gek. Stel niet veel voor. Haakje is nog scherp. Haakje is heel scherp. Ja, mooi is dat. Meneer. We hebben er één. Hetzelfde hengel. Bizar. Ja. Het is echt wel heel raar. Het is er wel een. Het is sowieso een karper. Gekke fluiter, jongen. Jij lag ook te snurken, jongen. Wat? Huh? Nee. Was je hem nou? Ja. Gast. Wat een amateur. Nee. Wat een amateur. Nee. Wat een gekut. Op de lelies. Lelies, jongens. Jongen. Gaan we het lijntje bij het varen dan? Shit. Staat die, jongens? Het is fantastisch. Oog dicht gedaan? Nee? Nee.
Het is, hoe laat is het? Goed van de mieren, jongen. Het is echt al 5 uur of zo. Ja, ik ga zo mijn auto leren. Daar zijn alle enkels voor jou. Het is echt niet normaal, man. Ik heb echt nog niet geslapen. Ik lig alleen te draaien, elke keer mieren. Maar, ik moet zeggen, het voelt als een goede. Het voelt als een beter. Het zou mooi zijn. Ik heb wel even vastgezwommen. Ja, we hebben net natuurlijk de misser gezien. De losser. De grote missert. Ja, nou ja, weet je. Soms. Dan gebeurt dat. Precies. Dat hoort erbij. En dan, als je dan daarna ineens gewoon weer beek krijgt. Is dat toch mooi? Ja. Man, ik heb gewoon nog niet geslapen. Ik ben verrot, jongen. Ik zat net echt gewoon serieus twijfel om gewoon alles in te pakken naar huis te gaan. Ja? Ja, dat is ook kut gewoon. Ja. Weet je hoe frustrerend het is als je gewoon ligt te tukken. En er zitten fucking mieren. Gewoon de hele tijd mieren. Zo, ik word toch gek. Er zit hier eentje op mijn been. Als er is niks kutter dan dat je bijna weer slaapt. En dat er dan mieren over je arm heen kruipen. En over je gezicht en over je haar. En oh man. Ja, en er zitten hier veel. Dat is niet normaal. Ik ga precies op het lelieveld zijn. Hij is het door. Hij snapt. Hij weet hoe het moet. Dat had ik niet moeten zeggen. Nee. Hij gaat dwars door het lelieveld zijn. Ja, je moet toch zwemmen. Nee, ik krijg hem er precies overheen. Ja, dat is top. Zo. Dit is, hoe noemen we hem ook alweer? Henk. Henk de Knoepers. Henk, duik toch even de lelies in. Ja, hij is wel sterk. Altijd voor de kant hier, jongen. Dan gaan ze als een raket, hé. En hier valt, hier is het dan niet zo diep natuurlijk, maar als je aan die andere kant, jongen, duiken gelijk de hele tijd naar beneden. Ja, ik vind hem al behoorlijk zijn best doen. Nou, we hebben het er net even over gehad, over een half uurtje is het helemaal licht. Het is al 5 uur geweest, denk ik. Ja joh, en anders, ik denk als we even die hengel uitvaren en alles even doen, even die vissen ertussen even in het water hangen. Ja. Dan gewoon prima te doen. Dus het licht kunnen we wat mooier laten zien aan jullie. Kunnen we een paar knappe foto's maken. Ik denk dat we wel even doen. Ik ben er niet zo fan van om een vis een hele nacht in een zak te laten zitten. Maar een half uurtje. Zo is het. Het zonnetje komt bijna op. Dan kunnen we echt epische zonsopgang karpen foto's maken. En die kan je... Als je kijkt nu die achtergrond, jongen. Die is gewoon... Roos. Ja. Prachtig. Hoe moe ben jij? Maar val nog mee. Die klapte nooit in vandaag. Ja. Ik heb ook wel slecht geslapen. Veel muggen bij mij. Ja. Muggen. Ja. Ja, je maakt het wel zijn best. Zo, dit was een fluiter. Ja, dat is ziek. Niet normaal. Gast. Heb je beet? Ja, hier. Die zij is leuk. Nee joh! Ja! What the fuck? Maar ik had geen schep in deze, dus ik denk jij bent dichterbij. Gast! Zo, ik werd er helemaal gek en denk ik. Hoe je vriendin, kijk naar die hengel. Ik denk, hè? Oh nee joh, die zijn zo. Die hengel, kom jongen, die kom, duik onder die brug. Lekker! Heel dik. Gewoon op 50 centimeter. Je zei het nog, hè? Hij gaat af. Je telefoon niet in je zak zeker? Ik denk dat er komt een wandelaar bij even wakker gemaakt. Zo. Lachen dit? Ja joh, heel ziek. Doet hij gewoon even. Heerlijk. Kleine zijslukjes hè, we houden ervan. Kijk voor die tak hè. Kijk eens meneer, net is nog nat en slijmerig. Dat hoort dan met zien. Ik zie bijna bij die kant. Ja, nee. Gaat goed. Kijk eens van de staart. Ja. Lukt wel. Komt-ie. Ik zie echt geen reet. Huppa. Oh joh, het is gewoon gelukt. Helles. Lekker.
Matje erin. Hoppa. Lekker maat. We hebben gewoon 3 vissen. We hadden gewoon 4 vissen kunnen hebben. En dat met zo'n warme dag, zo'n rare dag. Niet verkeerd. Nou ja, ik zei al, het gaat of heel goed zijn of heel slecht. Eén van de twee. Kijk nou dan. Oude Luas. Oude Luas. Lekker man. Heerlijk. Oké, even kijken. In onderlipje gehaakt. Hoppa. Nou, deze had nog niet helemaal gepaaid. Oh, ouwe hommert. Ouwe hommert. Ouwe viespeuk. Nu is die al alles kwijt, denk ik. Nee. Weet je wat het is? Dat is die goe, man. Nee, joh. Natuurlijk niet. Ja, ik ben moe, jongens. Ik kan niet zo wel maken ze goe. Ja. Speciaal, hè? Moet je wel even wegen? Ja, met die mat. Geloof ik denk ik wel. Ja, ik geloof het ook wel. Ongeveer een kilootje of 10 zijn, denk ik. Ja, denk het ook. Gekke hommert. Aparte vingertjes. Ik ga wel eens even een mooi fotootje van jou schieten, zo. Henk de Hommert. Henk de Hommert. Hij is nog steeds bezig. Oh jee. Oh, lekker hoor. Ah, maar Henk de Hommert, wel een super mooi vis. Kwam uit het zijslootje op 50 centimeter water. En we zagen ook andere vissen wegschieten. Dus misschien dat ze gewoon nu met z'n allen het grote of het kleine meer optrekken. Ja. Super mooi vis, puntje gaaf. En toch leuk dat je dan zoiets bedenkt. Gewoon zo'n zijslootje van 50 centimeter. Ja. En dat hij dan toch nog aflopen in de ochtend. Ja, dat we niet alles van één engel hebben gehad. Ja, mooi is dat. Dus superleuk. Thijs man, ik schiet een paar platen van je, dan gaat hij terug. Zo is het. Goed bezig. Henk de Hommert, die moet gauw terug. Zo is het. Die spuit zijn laatste zaadcellen liever het water in. Ik laat van een kut, man. Hoe smeerpijn. Wie? Henk, ga maar. Tabé. Van rustig. Ja, daar gaat Henk de Hommert. Kijk eens, mooi visie. Hij was wel sterk. Zeker. Nu is hij sleut. Onderuit. Zo. Nou, dames en heren. Eigenlijk moest ik zwemmen, maar ik heb nog niet geslapen en ik heb geen handdoek bij me. Dus die hou je van mij te goed. Ja, het zo en hoe. Kijk, weet je, het kan alleen maar kouder worden. Dus ja. Hij denkt dat hij nu een goede deal afsluit. Ja. Maar als het volgende keer keihard plens en regent. Dan ja, dan zeg jij, trek ik de kaart. Ja, de zwemkaart. De zwemkaart. De zwemdiploma. Nee, ja. Maar goed. In ieder geval, ja, ik ga het even afbouwen. Het is, oh nee. We hebben nog een vis. Ja. Oké, dames en heren, gaan jullie gezellig mee. We gaan even kijken bij een vis. Kijk eens, dames en heren. Hier is hij dan. De grootste van de nacht. Bijna 12,5 kilo. Hele rare korte vinnetjes. Chitter zegt dat ze dat wel vaker hebben hier ook. Dat is een bepaald ras. Ik weet het niet. Ik heb het ook wel eens eerder gezien. Het lijkt alsof die vinnetjes een soort van afgesneden zijn. Moet je kijken. Hele rare, stompe, korte kartelvinnetjes. Nou, we schieten even snel een fotootje en dan kan deze ook terug. Maar, het is een drukke vis, maar echt een mooie. Heel weinig schubben. Ja. Bijna leder gewoon. Ja. Op zijn staart heeft hij 1 of 2 schubben. Ja, hier 1. Voor de rest... Zullen we proberen een fotootje? We gaan het doen. Nou, daar gaat hij. Lekker visje hoor. Echt een mooi vis. Schub maar. Zo. Lekker hoor. Hey. Goed dat bezig. Is echt een mooi nachtje. Zeker. Echt goed watertje uitgezocht. Goed geslapen. Ja, kon eigenlijk niet beter. Goed watertje. Goed watertje. We mogen niet klagen, weet je. Hier blijf je voor wakker. Ik moet wel zeggen, op deze manier nachtje is niet helemaal mijn ding. Normaal slaap ik best wel goed op een stretcher. Ja, ik had toch mijn stretcher moeten ophalen. Ja. Had ik geen mieren gelast. Ja. Of mieren last gehad. Ik kon eens bij mijn woorden. Ik ga zo even rustig alles oppakken. Opruimen, flikkert in mijn auto.
Nou, ik nog een paar uurtjes in mijn bedje liggen, maar... Dat is een goed plan. Laat. Was vet. Zeker weten, man. Hengel kan nog afgaan tijdens het opruimen. Die doe ik als laatst. Zo is het, hè. En in ieder geval, vergeet niet te liken en te abonneren. Bijna 30.000, en je weet het, hè. Bij 30.000 neem maar één van jullie mee. Dan gaan we lekker een dagje vissen. Karpertje vangen, pennen of zo. Zo, zeker. Kosten. Mooie dingen. Prima. Goedemorgen, mooie mensen. Ja, zoals jullie al hebben gezien hiervoor staan, die al lekker naar huis gegaan. Ik ben verder gaan slapen. Het is nu 9:30 en nu werd ik toch echt mijn bedje uitgebrand. Maar wel echt heerlijk, nog even 4 uurtjes kunnen slapen, gelukkig. Ik ga ook gelijk de spulletjes opruimen. Het wordt vandaag namelijk 30 graden plus en het is nu al heel warm. Dus ik ga gauw mijn spulletjes opruimen. Super leuke sessie gehad. Leuk gevangen. Was super gezellig, gelachen. Vond je de video leuk? Doe een duimpje omhoog. Kijk ook even naar de video bij Daniel op zijn kanaal. En we zien jullie volgende week weer.